Dat is een heel verhaal achter. Het puntje is zo dat ik eigenlijk een wandeling aan het maken was over de beul van Antwerpen en ook over ketters. En met die opzoekingen kwam ik tegen dat er hier in Antwerpen maar één heks veroordeeld is geweest tot de brandstapel. En hoeveel werden er eigenlijk voor de rechtbank of de vierschaar toen gedaan? Inderdaad, het juiste woord is de vierschaar. In de tijd zijn er ongeveer 17 heksen voor de vierschaar verschenen, waar dat de meeste eigenlijk veroordeeld werden tot een bedevaart naar Santiago de Compostela of naar Rome. En is er dus maar eentje, onze Clara Goessen, die eigenlijk effectief veroordeeld is tot de brandstapel, maar met de genadedood van de wurging vooraf. En jij wil eigenlijk een eerherstel hè, voor die Clara Goessens. Inderdaad, ik wil een eerherstel in navolging van andere steden en andere dorpen, waar dat men de voorbije jaren de heksen terug eigenlijk de waarheid teruggegeven heeft. Eigenlijk gezegd, kijk, het waren onschuldige vrouwen. Ja, de afbeelding van de heks die is eigenlijk hier in Antwerpen ontstaan. Dat klopt zeker. Het is Pieter Breugel de Oude die ervoor gezorgd heeft dat wij de heks, zoals we ze nu kennen, zoals ze in alle boeken tevoorschijn komt, met de bezemsteel, eigenlijk ontworpen heeft op aanvraag van Hermes de Kok van de Vier Winden, die naar aanleiding van heksenprocessen in Duitsland gevraagd heeft, maak mij een afbeelding, en heeft dat toen gemaakt. En zo kennen wij nu de heks. Waarom was men in Antwerpen zo tolerant naar die heksen? Men was in Antwerpen veel toleranter. Antwerpen was de tweede grootste stad in Europa na Parijs. Hier was veel meer geleerde tegenover de dorpen rondom ons, waar dat men meer eenvoudige mensen had die daar de vierschaar bevolkten. De vierschaar werd bevolkt door de schepenen van een stad. En hier waren het gestudeerden. Je had hier ook een beul op de Grote Markt wonen en daar is het verhaal van Marieke van Niemeijgen aangekoppeld. Ik ga wel corrigeren, de beul heeft nooit op de Grote Markt gewoond, eerst en vooral. De beul heeft altijd op de zijkant tegen de stadsmuren gewoond, dus nooit op de Grote Markt. Er wordt veel dikwijls gezegd op de Grote Markt, daar is het huis van de beul, dat is het niet. Maar het verhaal van Marieke van Niemeijgen is een heel bekend verhaal in Nijmegen. Men heeft er zelfs een beeld staan in Nijmegen van Marieke van Niemeijgen. Maar het verhaal is hier in Antwerpen ontstaan. Het was een rederijker van de violieren die in de tijd, rond 1500, het verhaal geschreven heeft. En het verhaal van Marieke is het verhaal dat zij bezeten wordt door de duivel en eigenlijk stoute dingen begint te doen. En uiteindelijk, dankzij haar oom, terug eigenlijk godsvruchtig wordt. Waren er trouwens veel duivelsuitdrijvingen in Antwerpen? Geen enkel. Er is geen te vinden. Je moet het onderscheid maken. Je hebt eigenlijk in principe het rechterlijke, het gewone, ja. Maar je hebt ook eigenlijk de rechtbank die volgens het geloof op dat gebied van de kerk. En in de wereldlijke vinden wij er niks van terug. In de kerkgeschiedenis, daar durf ik niet over uitspreken. We staan hier nu in het Justitiepaleis. Ja. Vroeger was dat de Vierschaar, dus de link naar de heksen is rond. Hè? Inderdaad, het is heel makkelijk gelegd. De Vierschaar is geëvolueerd tot wat we nu zijn. En gelukkig leven we in een moderne tijd met moderne wetten, waardoor we iedereen gelijk zijn en heksen zijn uit de boze. Geen heksenveroordelingen misschien meer, maar misschien wel een heksenjacht op sommige mensen? Dat is het juiste woord. Dat gebeurt nog altijd. Ja, inderdaad. Zelfs in de media.